Pom 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 pom. Tra tra tra. Pom 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 pom. Goed, dames en heren, dan gaan we eens beginnen aan een podcast eigenlijk over E3. Mijn naam is Wim. Aan de andere kant van de lijn hangt Wouter. Jawel, live. Ja. Wat wou je We zeggen? zijn niet live, hè? Ah nee, we zijn niet live. Juist. Nee, Oh, maar op scheiße. dit moment zijn we live, hè, maar voor de mensen thuis, ja, daar zijn we niet live. Hè. Gaan Aan de we andere niet. kant van de lijn, want het is dus een driepuntige lijn, het is een driehoek, hangt. Dit is een hoek. hangt Bram. Maar uw lijn komt terug naar Hallo. mij. Ja, dat is Bram. Ik ben Bram. Dat is Bram, inderdaad. We gaan zo'n beetje heel E3 doorlopen. E3, voor mij nu. 3D-E3. Te beginnen zal dat zijn EA. Ik weet niet wat dat zo'n beetje jullie algemene indruk was van EA. Ik vond het een beetje. Hoe moet ik het noemen? Stereotyp en business-achtig. Allee, ja. Het was lekker een business-presentatie vooral. Ja, ik vond het best wel grappig dat ze op een gegeven moment zeiden: I think we're winning. Ik kon niet anders dan lachen daarmee. Dat best wel. Ik vond ook dat ze vrij veel zo gedaan hebben van: kijk, een celebrity die bij ons is, dus nu ga je wel dingen van ons kopen, want die celebrity. Ja. Toen ben ik aan het moment dat José Mourinho erop komt en dat ze zo over zijn geld beginnen te praten en zo. Dat, ja, ja. Zo. Dat, kinderachtige humor vind ik dat ze gebruiken. Ik herinner me dat wel een beetje aan, ook vooral omdat ze gelijk voor de Battlefield 1 video gameplay hadden ze dan mensen die gamers zijn en bekend staan op YouTube, dus gaming personalities. En ze halen eerder liever een willekeurige voetballer of een willekeurige zanger erbij. Wel, want ik heb in plaats zo. Van een gamer. Ik heb zo de beelden achter de schermen gezien. En ze laten dan Jamie Foxx zien. En Wiz Khalifa was daar. Snoop Dogg was daar. Zac Efron was daar. Maar die hadden allemaal de indruk dat ze daar eigenlijk niet wilden zijn. Dat was meer gewoon, ja, oké, we worden ervoor betaald. Terwijl ik ook wat mensen van Rooster Teeth heb gezien. Ja, mensen die, inderdaad. Mensen die, zo, maar die zaten op de achtergrond en die kwamen niet aan bod. En ik dacht, dat zijn nu mensen die al heel hun leven met games bezig zijn. Die ook enorm veel fans hebben op internet, laat hen dan aan bod die komen. Die ook makkelijk zal uit zijn, ja, sorry, maar. Ik heb dan nooit Rooster Teeth slecht horen praten over een triple. Man, ik kan niet praten zelf. Ik heb nooit Rooster Teeth slecht horen praten over een triple A, dus ik kan me niet inbeelden dat die zo unbiased zijn, maar. Ja, los daar staand, ik zou eerder hun mening had willen hebben dan. Snoop Dogg zijn mening ofzo, alhoewel dat Snoop Dogg nu wel ook een redelijk bekend personage op YouTube is. Een redelijke gamer ook, dat weet ik wel. Ja, maar Wiz Khalifa ofzo, die hoort daar niet thuis. Of, ja, nee, en als je dan. Toen Zac Efron ook niet. Nee, toen ze daar nog over bezig waren, zonder dat je de gameplay zag tijdens de conferentie zelf, en ze even in dat kamertje gingen, zag je ook echt wel. Jamie Foxx stond daar en Zac Efron stond daar en ja, die hadden nul interesse. Hè. Die horen er ook niet thuis, hè? Nee. Maar ik vind dat toch, want die mensen zo, ja, en dit en dat, en ik ben enorm hyped en het ziet er echt goed uit. En dan dacht ik van, ja, maar ja. Ja, je zegt het wel, maar we zien het niet. Ja, voilà. En het was ook heel duidelijk dat jij echt gefixeerd was op Battlefield 1, dat alles daar ronddraaide. Wel, de trailer die een paar weken geleden online kwam, zag er wel goed uit, maar zoals Bram ook al had aangehaald, ja, het ging niet echt. Het lijkt niet echt authentiek te zijn. Het lijkt Battlefield in een World War I jasje te zijn. Ik heb nu ook gehoord dat blijkbaar Frankrijk en Rusland niet eens aanwezig zijn in de teams. Ja, dat heb ik ook heel dus, veel gehoord. Dus dat is absurd. En ik kan nu ook met zekerheid zeggen dat het zo is, want met dat ik nu de gameplay gezien heb, kan ik ook heel hard merken dat het gewoon
ja. De Battlefield is met een nieuw jasje. Ja. Je merkt ja, daar aan hoe ze spelen, hoe de maps gebouwd zijn, hoe de vehicles er zijn op de map, dat er zelf een vaste tankklasse is, wat ja, betekent dat tanks niet zeldzaam zijn. Dat zijn al zo dingen waaraan je kunt merken dat het niet echt een authentieke representatie is van Wereldoorlog 1. Nee. En dat is wel spijtig, dat is een gemiste kans. Het is een gemiste kans, maar aan het eind van de dag kan ik niet een bedrijf dat kwadelijk nemen, want er zijn spellen die dat geprobeerd hebben en die zijn nooit echt populair geweest met het grote deel van het publiek. En, al ja, voor een spel gelijk Battlefield zou het een complete afknapper zijn voor hun publiek. En, al ja, ik kan dat wel eens verstaan, maar ik vind het persoonlijk al ja, triestig en gemiste kans, zoals Wim ook al zegt. Ja. Maar zeker, je zegt wel van er zijn een heel aantal games dat geprobeerd hebben, maar zij dragen wel een grote studio achter zich en ze hebben wel de naam. Allee, de mensen herkennen Battlefield als ja, gelijk de simpele mensen op de straat kent Battlefield en kent Call of Duty gewoon omdat die zo in overvloed aanwezig zijn. Dus ik denk dat het vooral daarom een beetje een gemiste kans is. Ja, daar kan ik wel in komen. Maar zoals ik nogmaals zeg, als ze het nu zo maken, hun gemiddelde speler zou de tragere stijl van spelen niet accepteren, niet leuk vinden. En dat zal gevolgen hebben voor hun volgende spel dan, het spel dat daarop volgt. Want er zullen gegarandeerd mensen zijn die zeggen, ja, Battlefield is niet meer wat dat het was. Wat dat altijd gebeurt bij een langaanhoudende serie, zijn er altijd mensen zeggen, het is niet meer wat dat het was. En hoe meer mensen dat zeggen, hoe meer mensen dat ook gaan geloven uiteindelijk. Dus, ja. Ik kan het er echt niet kwalijk nemen dat ze voor het commerciële gaan in plaats van voor het authentieke. Maar ik vind het natuurlijk jammer. Ja. Het is waar. Oh, ja. Zoals dat we zelf zeiden, toen dat we het live aan het zien waren. Als mensen op zoek zijn naar een goede World War I shooter, dan was het Verdun, dacht ik. Ja, Verdun. Dat vind Verdun, ik persoonlijk een goede shooter. Het is ook redelijk authentiek, met dat je een soort push-systeem hebt. Waardoor dat je het authentieke systeem hebt van je moet lopen met je team. En als je er geraakt aan de volgende trench, kun je die overnemen. Als je niet raakt, dan komt er een counterpush, waar dan het vijandelijke team uw trench probeert te pakken. Wat dat al authentieker is, ook niet authentiek, want het moet wel entertainend blijven. Het moet wel een spel blijven. Hè? Dus ik begrijp ergens dat ze zo wat tussenin proberen gaan, want ja, je kunt moeilijk dagenlang bezig zitten om 3 meter te winnen. Hè? Dat... Ja. Als het al 3 meter was, ja. Nee, dus ja, ik begrijp het wel. Hè. Ik vind het persoonlijk een heel goed spel, maar authenticiteit is natuurlijk een woord dat je moeilijk kunt toepassen op spellen. Ja. Dat klopt. Ik denk ook dat dat een zeer kleine fanbase heeft. Zo van die zeer realistische, eigenlijk bijna simulators, denk ik dat je dat bijna kunt noemen, zoals Verdun. Maar als wat. Ik denk dat we daar genoeg over gezegd hebben en dat er nog veel andere games zijn die jij... Er staan er nog heel veel op het lijstje. Ja. Ik denk dat we wel één groep samen kunnen voegen, dat zijn de sportgames. Dat wou ik ook net zeggen, maar het is goed, dit jaar hebben ze er veel minder op gefocust dan de vorige jaren. Het is veel sneller voorbij gegaan. Vorig jaar bleven de games er maar komen en komen. En nu was het ook meer verspreid. Want Madden was als een van de eerste en FIFA was als een van de laatste. Terwijl ik herinner dat vorig jaar eigenlijk zo in één klomp was. Het was zo 20 minuten, 25 minuten waar ik mij doodverveelde, want er was niks aan mij interesseerde. Ik denk dat wij alle drie weinig interesse hebben in die sportgames. Ik heb daar geen interesse voor. Ik heb hier ook opgeschreven, FIFA 17, zie FIFA 16, en voor FIFA 16 zie FIFA 15. Er is hier niet veel veranderd in die games, ook al proberen ze van wel. Het is vrij duidelijk van niet.
Madden hier in Europa hebben ook nul interesse daarover. Dus, zero fucks are given for that. Dat was ons Square systeem, zero fucks. ik zie hier dan... Moet er iets gezegd worden over de sportgames? Niet speciaal van mij. Ik denk dat alles gezegd is. ik heb te weinig interesse voor daar een goed oordeel over te kunnen geven. Dan hebben we ook nog, zie ik... De mensen die dat willen, zullen die sportgames wel kopen. Dus wat wij daar ook over zeggen, dat maakt niet veel verschil uit. Gewoon verder gaan, denk ik. Ja, voilà. Ik zie hier nog heel veel Star Wars games staan. Ja. Persoonlijk, ik ben een grote fan van Star Wars games en alles... Nee, niet alles Star Wars. Ik zou het gewoon houden bij Star Wars games, dus... ik kan daar wel een beetje over meespreken. Alhoewel ging het nu meer over... vooral over de Battlefront-spel. Een spel waar ik persoonlijk heel teleurgesteld mee was. Je hebt dat zelf wel gespeeld? Ik heb dat gespeeld toen dat in de beta was. Ik heb mij dan heel hard verveeld eigenlijk. ik heb alleen maar gameplay gezien. Ik heb alleen maar let's plays gezien. Ik moet zeggen, het spel is niet interessant genoeg. De speelwijze is te Battlefield/COD-achtig. En ja, dat was te verwachten ook met de makers. Helaas. Over de andere twee die genoemd zijn... er was een evenement genoemd van Star Wars Heroes of Galaxy, ik denk dat de naam is. Het Android-Android-game is. Dat speel ik ook. Alhoewel minder en met minder alerts zijn. Het is een iPhone-game, je tapt wat, je doet wat. Was dat niet zo Final Fantasy-achtig? Zo om de beurt? Ja, het is om de beurt vechten, dus... Heroes verzamelen. Op zich een leuk spel. Het is gratis ook. Ik heb nog niets betaald en ik kan het nog altijd spelen, dus daar kan ik niets over zeggen alleszins. Dat was een evenement waarbij dat ze liefdadigheid wilden steunen. En ik dacht dat afhankelijk van je team dat je gebruikte, dat moest bestaan uit vrouwen, vrouwelijke karakters. Play dan, to Give heette dat. Dan steunde daarmee een goed doel. Allemaal niets op aan te merken. Nee, maar ja, ik heb wel zo'n beetje het gevoel dat dat is om EA's imago wat op te krikken. Ik denk dat het eerder is voor wat aandacht aan het spel zelf te trekken. Want het spel zelf dat kan ook. Heeft eigenlijk... voor niemand is dat eigenlijk echt bekend. Voor mij, ik ken het omdat ik een keer op de Play Store aan het browsen was, zoals ik wel af en toe eens doe. En heb dat eigenlijk toevallig gevonden, dus... Nou ja, dat is niet dat ik het kende op voorhand of zo, of dat ik er ergens van gehoord heb. En ik denk ook dat dit de manier is hoe dat ze, dat ze de publieke aandacht erop trekken. Het kan ook zijn voor het imago, alleszins, ze geven aan een goed doel, er is weinig op aan te merken, het spel is deftig, weinig op aan te merken. Had men bij EA ook al X-Wing voorgesteld, of was dat enkel bij Sony? Dat was enkel bij Sony. De X-Wing, ik denk dat de VR van de X-Wing voorgesteld was bij Microsoft. Ik had er bij Sony opgeschreven. Ja, ik kan me herinneren dat ik dat alleen bij Sony heb gezien. Ik denk dat bij Sony was. Het andere spel dat genoemd was bij EA was het nieuwe RPG-achtige spel dat ik dat eigenlijk gewoon nog maar juist announced was. Er is nog niet te veel over te weten. Ze hebben wat in-engine footage getoond. Wat verdacht klinkt. Altijd. In-game zou wel betekenen dat het spel eruit ziet. In-engine betekent gewoon dat ze dezelfde engine gebruikt hebben. Wat dat helemaal niet representatief kan zijn. Nee. Nee, daar kunnen renderen zoveel als dat je wilt. Hè. Inderdaad, dat kan. Daar kunnen ze later nog zoveel aanpassen als ze willen. Dat kan 200 uur gerenderd staan hebben. Voilà. Voilà. Aan het eind van de dag ook, promotioneel denk ik, valt er nog niets op te zeggen. Ik weet nog geen informatie. Nee. Buiten dat het EA is en dat ik waarschijnlijk teleurgesteld zou zijn. Ik denk dat we allemaal... Ik denk dat we allemaal vroeger wel Star Wars Battlefront 1 of 2 hebben gespeeld.
Ja, zeker. Ik heb dat bij u thuis eens gespeeld, maar ik heb dat nooit echt uitgebreid gespeeld. Twee heb ik heel veel gespeeld. Dus daarmee ook dat de nieuwe zo'n teleurstelling was. Ja, voilà, dan denk ik ook van op het moment dat ik wist dat er nieuw uitkwam en dat jij dat ging doen, dan was eigenlijk het kalf al verdronken. Ik moet wel zeggen, zij hebben ook de Old Republic, de MMO, uitgebracht. En persoonlijk vind ik dat een redelijk spel. Redelijk tot goed, zou ik zeggen. Ik heb me daarmee geamuseerd. Ik heb daar ook subscriptions voor betaald, omdat ik het leuk genoeg vond. Wat dat heel zeldzaam is bij mij. Laat ze me lichtjes zo uitdrukken. Dus, ze hebben daar ook iets van gezegd, dacht ik, van een nieuwe expansion. Ja, ik dacht het wel. Maar, ze hebben iets gezegd erover. Ja, ik kan er ook niet veel over zeggen, want ik heb ook weer niet zo alert geluisterd, aanzien dat het interesseert me een beetje, maar niet genoeg voor mijn volle aandacht. Laat het mij zo zeggen. Ik denk dat er bij die showcase dat er niet echt iets was voor ons drie. Dat we zeiden van, ja, dat gaan we kopen. Nee, zeker niet. Nee, ik heb hier en daar kruisjes gezet bij de games die me interesseren, maar daar staat niks van EA bij. Net zoals Mass Man Sky No Effect. Mass Effect Andromeda. Wat moeten we daar Ik vind het een beetje raar. Mass Effect, dat ze die stijl uitgaan. Want ja. Aan het eind van de dag, hetgene dat me het meest interesseerde aan Mass Effect, en waar ik nog altijd in volle nostalgie naar terugkijk, is de lore rond alles dat er is. En het feit dat je naar een nieuwe wereld gaat, betekent ook dat je naar iets gaat waar je de lore niet eens kent als karakter. Dus klopt. Ik betwijfel ook dat ze er veel tijd gaan insteken voor daar een heel uitgebouwde lore in te steken. Terwijl dat in de andere werelden ging het over lore die voor de karakter zelfsprekend was. Dus die moesten ze uitgebouwen genoeg zodat de speler die ook kan ervaren. Laat mij zo zeggen. Dus ik betwijfel of dat Andromeda... Ik weet het niet. Ja. Ik had zelf ook nooit ervaren, want mijn interesse is gestopt bij Mass Effect 2. Persoonlijk ook, ja. Ik was van plan om Mass Effect 3 te kopen als alle DLC uit was. Tot ik hoorde hoe het eigenlijk eindigde. En uit interesse dat heb opgezocht. En dan dacht ik, laat maar. Ja, ik vond ook het feit dat... wat ik ervan gehoord heb, was dat drie spellen lang... eigenlijk alle eindes hetzelfde zijn. En ja, behalve ook, het kleurtje is wat anders, blijkbaar. Behalve het kleurtje, en ook dat ze gewoon zeggen, kijk, dat is er gebeurd met Shepard, en voor de rest van de karakters waar je tijd, je emoties en alles geïnvesteerd in hebt, voor drie spellen lang, dat ze gewoon langs de zijkant geschoven werden en zeggen, kijk, Shepard is goed, hier zijn we vuurwerk. Dan vind ik de moeite niet voor €60 neer te leggen, plus alles van DLC dat ze willen. En pre-order bonuses en bullshit. Was dat... Voor een spel dat ze niet eens spelen belonen voor zijn tijd. Ja, ik heb ook gehoord dat de dialogue options veel minder zijn in 3. Dat je vaak zo, dat je maar ja of nee kunt kiezen. Dat veel lineairer is dan het daarvoor, dan het voorheen was. Ik weet het niet. Ik heb het zelf nooit gespeeld. Maar ik weet dat heel veel mensen er niet tevreden van zijn. Ja. Dus ja, wat Andromeda betreft, dat gaat ook wel een beetje ons voorbij, denk ik. Ja. Titanfall 2 ook. Titanfall 2, ja. Ik kan er niets over zeggen. Hebben ze eigenlijk er veel van gezegd? Want ze hebben bezig geweest over Titanfall singleplayer. Ja, ze hebben singleplayer en multiplayer een beetje laten zien. Maar dat was toch een uitbreiding voor Titanfall 1, of niet? Ik denk dat niet. Heb ik me daarin vergist? Oei. Ik denk dat niet dat voor... dat allemaal van... standalone terug, hè? Ja. Dus Titanfall 2, mijn opmerking is, ziet eruit gelijk Titanfall 1. Zodanig dus dat ik dacht dat het Titanfall 1 was. ik heb altijd gedacht dat dat zo een afkooksel van sci-fi was. Sci-fi for the masses, zal ik maar zeggen. Het is zo, ja. Het is
Het is Mech Warfare voor het algemeen publiek. Mm-hmm. Dus, waar dat er dan uit bestaat dat de mechs eigenlijk meer naar het Japanese mech gaan dan naar de westerse mechs. Waarmee dat ik dan bedoel dat ze bewegen gelijk mensen op dezelfde snelle manier. Dat ze niet lomp zijn, dat ze zo lenig, dat ze lenig zijn, rap zijn, van die dingen. Het spel heeft mij nooit geïnteresseerd. Dus... Nee, mij ook niet. Ik denk even terug aan de FIFA 17, dat dat bezig was. Dat ze daar een campaign, een verhaal in hadden ingestoken. Met... Ah, ja, was dat, denk ik. Met Alex of zo noemt hij. Dat we alle drie op dezelfde moment zeiden. Van, Alex Hunter. Huh? Ja. Was Alex Hunter? Ja, want ik was nog aan het denken, Hunter, ja, dat is ook weer een toffe naam. Ik heb dat nog opgezocht, hij is blijkbaar geen echte voetballer. Maar ik kan ook afleiden hoeveel ik van voetbal weet. als ik moet opzoeken of dat een mens een echte voetballer is of niet. Ik ben een echte voetballer. Aan de andere kant, als ze een verhaal in FIFA kunnen steken en ze doen het goed, alle credits, want ik zou niet weten hoe dat ze dat deftig kunnen doen. het gaat over corruptie. Maar het spel gaat erom over dat je een heel team tegelijk speelt. Dus hoe kunnen ze dan focussen op één persoon? Maar is dat geluid op de achtergrond? Was ze er aan de hand? Ah ja, dat is mijn kat Timon, die heeft besloten om... de deur aan te vallen doen. Nog iets? Ah, nee. Er is nog maar één game zie ik staan in het lijstje. V of V of IJzer. F-I? F-E, ja. Veron, ik weet zelfs niet wat dat was. Was dat die actie-dingen? Ja, dat was zo dat we bezig waren over die... Polygonen. Die polygoon, dat je die op de grond kan zien. Ja. Ah ja, yes. Dat is een exploration game, voor zover dat ik kan zien. Zie mensen, wij praten over alles. over polygonen, over... Het spel is opgewerkt uit polygonen, zoals alle spellen, maar daar zijn ze ietsje groter. Het is een deel van de artstyle. Het is niet van de artstyle, dat is waar. Eigenlijk kan ik daar... Het is een exploratie game, voor zover dat ik weet. Het lijkt op een indie game gemaakt door een grote studio. Published door een grote studio, maar gemaakt weet ik nog niet. Wel, ja, ja. Wie is de developer? Hebben ze dat gezegd, of? Geen idee. Inderdaad, dus ik weet niet wat het gemaakt is. De developer is Zoink. Zoink, dat komt mij bekend voor, maar ja, ik zou van, niet precies specifiek weten wat dat ze gemaakt dat's, hebben. Dat's van, ik denk dat dat komt van Oog in de Kakkerlakken. Zoink. Niet het woordje. Ik bedoelde de developer. Nee, ik weet het niet, mij zegt het niks. We kunnen dat altijd googlen. Zoink Studios. Doink, met een Z, met een Z. Dat zegt toch Zoink? Ah, dat je doinks. Doink! Dork ben jij. Games. Wacht, hebben we de... Zombie Vikings, Stick It to the Man. Nee, Swing... toch niet, Swing King, Wiiwa, Adventure Time Rocket Bands. Nee, Rock Bandits, sorry. Wiiwa Rock On, The Korg Gang en Billions. Mij zegt het niks. Oh, er zijn nog pagina's. Wacht, heb pagina 2 van 3. Is er iets tussen dat bekend is? Een game voor Nike hebben ze gemaakt. Oh, am I? Iets met LG. The Gift. Daniel X Alien Hunter. Ik weet het niet. Coca-Cola Zero. PlayStation All-Stars Island. Ik denk dat die redelijk onbekend zijn. Ja. Het lijken mij wat kleinere dingen te zijn. Maar bon. Ik weet het niet. Het is moeilijk te zeggen van een trailer of dat zoiets goed gaat zijn of niet. Ik zal dat... Waarschijnlijk vergeet ik dat volgende week, dat ik die game ooit heb gezien. Ik was het al vergeten dat ik die game had gezien. En ik zal er ooit wel eens een review van zien, vermoed ik. Je weet is het goed, je weet is het niet goed. Dat valt allemaal te bezien. Ja. Ja, er is heel weinig over bekend, hè. Dus, EA was ook de enige conferentie dat ik volledig heb gezien, aangezien dat ik in het buitenland zat. Dus voor mij voelde het wat raar aan om... Ja, ik heb zo geen E3 gevoel dit jaar. Want er zullen garandeerd mensen zijn die zeggen, ja, Battlefield is niet meer wat dat het was.
Want dat is altijd gebeurd. Bij langaanhoudende series zijn er altijd mensen zeggen, het is niet meer wat dat het was. En hoe meer mensen dat dan zeggen, hoe meer mensen dat ook gaan geloven uiteindelijk. Dus, ja. Ik kan het dat echt niet kwalijk nemen dat ze voor het commerciële gaan in plaats van voor het authentieke. Maar ik vind het natuurlijk jammer. Ja. Het is waar. Goh, ja. Zoals dat we zelf zeiden toen dat we het live aan het zien waren. Als mensen op zoek zijn naar een goede World War I shooter, dan was het Verdun, dacht ik. Ja, Verdun. Dat vind ik persoonlijk een goede shooter. Het is ook redelijk authentiek, met dat je een soort push-systeem hebt. Waardoor dat je het authentieke systeem hebt van je moet lopen met je team. En als je er geraakt aan de volgende trench, kun je die overnemen. Als je niet geraakt, dan komt er een counterpush, waar dan het vijandelijke team uw trench probeert te pakken. Wat dat al authentieker is, ook niet authentiek, want het moet wel entertainend blijven. Het moet wel een spel blijven. Dus ik begrijp het ergens dat ze zo wat tussenin proberen gaan. Want ja, je kunt moeilijk dagenlang bezig zitten om 3 meter te winnen. Als het al 3 meter was, ik begrijp het wel. Hè. Ik vind het persoonlijk een heel goed spel, maar als ik hun mening had willen hebben, dan Snoop Dogg zijn mening ofzo. Alhoewel dat Snoop Dogg nu wel ook een redelijk bekend personage op YouTube is. Een redelijke gamer ook, dat weet ik wel. Ja, maar Wiz Khalifa ofzo, die hoort daar niet thuis. Zac Efron ook niet. Toen ze daar nog over bezig waren, zonder dat je de gameplay zag tijdens de conferentie zelf, en ze even in dat kamertje gingen, zag je ook echt wel. Jamie Foxx stond daar en Zac Efron stond daar. En die hadden nul interesse. Hè. Die hoorden er ook niet thuis, hè? Nee. Ik vind dat toch, want die mensen zo, ja, en dit en dat, en ik ben enorm hyped en het ziet er echt goed uit. En dan dacht ik van, het wel, maar we zien het. Ja, voilà. En het was ook heel duidelijk dat jij echt gefixeerd was op Battlefield 1, dat alles daar ronddraaide. De trailer die een paar weken geleden online kwam, zag er wel goed uit, maar zoals Bram ook al had aangehaald, ja, het ging niet echt. Het lijkt niet echt authentiek te zijn. Het lijkt Battlefield in een World War I jasje te zijn. Ik heb nu ook gehoord dat blijkbaar Frankrijk en Rusland niet eens aanwezig zijn in de teams. Ja, dat heb ik ook heel veel gehoord. Dus dat is absurd. En ik kan nu ook met zekerheid zeggen dat het zo is, want met dat ik nu de gameplay gezien heb, kan ik ook heel hard merken dat het gewoon de Battlefield is met een nieuw jasje. Ja. Pom, 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 trun, trun, trun. Wauw, wauw! Pom, 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 pom. Goed, dames en heren, dan gaan we eens beginnen aan een podcast eigenlijk over E3. Mijn naam is Wim. Aan de andere kant van de lijn hangt Wouter. Jawel, live. We zijn niet live, hè? Ah nee, we zijn niet live. Maar op dit moment zijn we live, hè? Maar voor de mensen thuis, daar zijn we niet live. Hè. Aan de andere kant van de lijn, want het is dus een driepuntige lijn, het is een driehoek. hangt. Het is een hoek. Hangt Bram. Maar uw lijn komt terug naar mij. Ja, dat is Bram. Ik ben Bram. Dat is Bram, inderdaad. We gaan zo'n beetje heel E3 doorlopen. E3, voor mij nu. 3D E3. Te beginnen zal dat zijn EA. Ik weet niet wat zo'n beetje jullie algemene indruk was van EA. Ik vond het een beetje. Hoe moet ik het noemen? Stereotype en business-achtig. Het was lekker een business-presentatie vooral. Ik vond het best wel grappig dat ze op een gegeven moment zei. Je merkt aan
hoe ze spelen, hoe de maps gebouwd zijn, hoe de vehicles er zijn op de map, dat er zelf een vaste tankklasse is, wat ja, betekent dat tanks niet zeldzaam zijn. Dat zijn al zo dingen waaraan je kunt merken dat het niet echt een authentieke representatie is van Wereldoorlog 1. Nee. En dat is wel spijtig, dat is een gemiste kans. Het is een gemiste kans, maar aan het eind van de dag kan ik niet een bedrijf dat kwadelijk nemen, want er zijn spellen die dat geprobeerd hebben en die zijn nooit echt populair geweest met het grote deel van het publiek. En, al ja, voor een spel gelijk Battlefield zou het een complete afknapper zijn voor hun publiek. En, al ja, ik kan dat heel erg verstaan, maar ik vind het persoonlijk triestig en een gemiste kans, zoals Wim ook al zegt. Maar zeker, je zegt wel van er zijn een heel aantal games wat dat geprobeerd hebben, maar zij dragen wel een grote studio achter zich en ze hebben wel de naam. Allee, de mensen herkennen Battlefield als ja, gelijk de simpele mensen op de straat kent Battlefield en kent Call of Duty gewoon omdat die zo in overvloed aanwezig zijn. Dus ik denk dat het vooral daarom een beetje een gemiste kans is. Ja, daar kan ik wel in komen. Maar zoals ik nogmaals zeg, als ze het nu zo maken, hun gemiddelde speler zou de tragere stijl van spelen niet accepteren, niet leuk vinden. En dat zal gevolgen hebben voor hun volgende spel dan, het spel dat daarop volgt. I think we're winning. Ik kon niet anders dan lachen daarmee. Dat past wel. Ik vond ook dat ze vrij veel zo gedaan hebben van kijk, een celebrity die bij ons is, dus nu ga je wel dingen van ons kopen, want die celebrity. Ja. En toen bedenk ik aan het moment dat José Mourinho erop komt en dat ze zo over zijn geld beginnen te praten en zo. Kinderachtige humor vind ik dat ze gebruiken. Ik herinner me dat wel een beetje aan, ook vooral omdat ze gelijk voor de Battlefield 1 video gameplay hadden ze dan mensen die gamers zijn en bekend staan op YouTube, dus gaming personalities, en ze halen eerder liever een willekeurige voetballer of een willekeurige zanger erbij. Wel, want ik heb zo van een gamer. Ik heb zo de beelden achter de schermen gezien. En ze laten dan Jamie Foxx zien en Wiz Khalifa was daar, Snoop Dogg was daar, Zac Efron was daar. Maar die hadden allemaal de indruk dat ze daar eigenlijk niet wilden zijn. Dat was meer gewoon, we worden ervoor betaald. Terwijl ik ook wat mensen van Rooster Teeth heb gezien. Ja, mensen inderdaad. Die zaten op de achtergrond en die kwamen niet aan bod. En ik dacht, dat zijn nu mensen die al heel hun leven met games bezig zijn. Die ook enorm veel fans hebben op internet. Laat hen dan aan bod komen. Die ook makkelijk sell-out zijn. Maar ja, sorry, maar ik heb nog nooit Rooster Teeth slecht horen praten over een triple... ik kan niet praten zelf. Ik heb nog nooit Rooster Teeth slecht horen praten over een triple A, dus ik kan me niet inbeelden dat die zo unbiased zijn. Maar los daar staand, ik zou